Hello Lou and dear Marianne, this is Evelyn in Inverness in northeast Scotland. Just to wish you, Lou, every success in writing the book about Pussycat, and hope it's not too long before it's translated into English, as I don't speak Dutch or German. My name is Cynthia Pinto and I am from India, but I'm currently living in Hong Kong. I've been a fan since the late 1970s, and up until now, I still listen to all your music. Bye. Evelyn uit het noorden van Schotland en Cynthia uit wereldstad Hongkong hopen op een vertaling van het Pussycat-boek dat onlangs uitkwam. Dat hebben de twee fans in een videoboodschap laten weten. Over een Engelse en Duitse versie van het boek wordt door de betrokkenen al voorzichtig nagedacht. Ik vind het te gek dat mensen reageren uit andere landen. En die dan ook zeggen, ja, jammer dat het Nederlands is. Ja, ik ken ook niks van doen. Maar ik hoop, ik ben ermee bezig om het in Duits te kunnen vertalen. In Engels, Duits. Maar ze moeten even geduld hebben. Het was in het Nederlands al heel veel werk. En het moet ook wel goed vertaald worden. Dus, Maar het komt wel. In Duitsland zijn ze, in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, dus in het Duitse taalgebied, zijn ze razend populair geweest, maar tot op zekere hoogte nog steeds. Dus dat leeft daar nog enorm en het is een groot taalgebied. Dus we gaan zeker kijken of daar een Duitse vertaling kan komen. Voor het Engels geldt het ook. Dat je in Engeland natuurlijk, maar ook in Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Australië, hoge ogen gegooid. Dus ik denk dat op zich ook wel moeten kijken of er iets mogelijk is in het Engels. Pussycat-gitarist Lou Willet kwam op het idee voor het boek toen zijn zoon nieuwsgierig werd naar de muziekcarrière en avonturen van zijn vader en moeder. Papjes zijn vroeger heel erg bekend geweest. En ik dacht, oh, wat bedoel je daar nou weer mee, met bekend? Ja, hij zei, ik heb met mam, ben ik naar Duitsland geweest aan een optreden van haar. Heeft ze mij gevraagd om te rijden. En ze heeft veel over vroeger verteld. En toen zei hij van, nou, wat ik allemaal hoorde van mam, zei hij. En ik dacht weer van, wauw, hij heeft niet veel meegekregen wat zijn ouders vroeger gedaan hebben. En ik dacht, ik wil het op papier hebben. Het bijzonder is dat er geen boek is. Dat vind ik eigenlijk nog het bijzonderste. Dat een band met zoveel palmares, om het zo te noemen, dat daar nog geen boek over was. Waar ben je het meest trots op met die tijd? Op de nummer 1 in Engeland. Vrij uniek was dat. Ja, en op onze tour in Zuid-Afrika. Ze hebben ons gevraagd om in Zuid-Afrika op te treden, want we stonden op nummer 1 met Mississippi en nummer 2 met Georgia. Wij wilden dat wel, maar we willen graag voor gemengd publiek. En toen zeiden ze van, dat zal dus niet lukken. Maar de band kreeg haar gelijk en ging als een van de eerste popbands in Zuid-Afrika optreden voor een enthousiast gemengd publiek. En ik kan zeggen, daar ben ik trots op. Dat we dat klaar hebben gespeeld. Als Mandela dat had geweten in die tijd, was hij ontzettend trots geweest. Gegarandeerd. I wish you, Marianne, Betty and Tony and all the other members of the band, I wish you all the very best. And thank you so much. Thank you. So best of luck in everything you do and kind regards to everyone over there.